Welkom bij de 7.2 Wat chromosomen je vertellen biocast. En daarbij kijken we naar kariogrammen, chromosomenportretten. Dit is er een van een man. En dit een van een vrouw. Doordat een vrouw twee dezelfde chromosomen, de X-chromosomen, heeft, is er meestal één gespiraliseerd als een barlichaampje. Dit is het SRI-gen, een mastergen dat het ontstaan van mannelijke geslachtsorganen in werking zet. Dit is ongedifferentieerd, de geslachtsorganen. Hier zien we de ontwikkeling naar de geslachtsorganen van een vrouw. Dit is de man die deze tekeningen maakt, Dr. Netter. En hier zien we de ontwikkeling naar de mannelijke geslachtsorganen. En hier een keer naast elkaar, links vrouwelijk. En rechts onder invloed van testosteron, mannelijk. Maar als het corpus luteum of de placenta te veel testosteron maken, kan het ook bij een vrouw gebeuren. Meestal gedeeltelijk. Hier zien we de inwendige ontwikkeling van de geslachtsorganen. En je ziet dat ze dus van oorsprong niet veel verschillen. Hier hebben we één X-chromosoom. Dus geen 2 en geen X en geen Y, het syndroom van Turner. Een van de weinige voorbeelden van monosomie, die levensvatbaar zijn. Alleen een Y-chromosoom of twee Y-chromosomen zijn dodelijk. XII is een andere vorm, trisomie. En daar zie je hier een paar symptomen van. Triple X-syndroom, wat ook voorkomt, ook trisomie en levensvatbaar. XXI, ook een vorm van trisomie van de geslachtsorganen. En dit is een andere vorm van trisomie, trisomie 21... Down-syndroom. En je ziet de drie chromosomen 21 in het midden onderaan. Trisomie is meestal niet erfelijk, behalve in deze vorm, waar chromosoom 21 aan chromosoom 14 vastzit. Dit was de 7.2 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.